Welkom bij AMX TV. Ja boys, daar zijn we weer. Ik sta hiernaast. Gabriella. Oké, leuke naam. Ava. Femke. En Marie-Julie. Dames, van waar zijn jullie? Gent. Jij van Gent? Ja. Gent, allemaal. Allemaal van Gent. Allemaal wat komen jullie hier doen dan? Shoppen. Shoppen? Met geld van mama? Nee. Waar we zelf voor gewerkt hebben. En jij? Hetzelfde. Jij ook? Ja. Ik, mama. Drie gaan dik, man. Jullie drie gaan dik. Ja. En van waar komt dat geld dan? Werken in de bakkerij. Oh, leuk. En jij, waar werkt u? In een restaurant. Oh, perfect. Dus ik kan gewoon gratis eten bij u komen halen dan, als ik dat wil. Ja? Nee, niet mogen. Nee, jij? En Torfs. Oh, leuk. Leuk. Jij bent? Fate. Van waar ben jij? Van Blankenbergen. Oké. Okay. Mijn vraag aan u is, heb je ooit een jongen afgewezen? Ja. Wanneer was de laatste keer dat je een jongen hebt afgewezen dan? Dat is al in de zomer denk ik. In de zomer, dus een maand geleden. Ja. Oké, okay, en hoe wijs je jongens af meestal? Door ze te negeren. Mm-hmm. Ja. Wat zeg je meestal? Ik ben niet geïnteresseerd. Wanneer was de laatste keer dat je een jongen hebt afgewezen? Eergisteren. Wow, vertel. Ja. Hoe heb je dat gedaan? Wat heb je gezegd? Ja, ik heb gezegd sorry, maar ik denk dat ik niet de juiste ben waar je op zoek naar bent. Mijn excuses, maar ik sta nu open voor wat je wilt. Maar waarom heb je hem eigenlijk afgewezen dan? Ik bedoel... Ja, sorry, maar hij wil FWB en ik wil geen FWB. Wat is FWB? Friends with Benefits. Oh, dat wist ik niet. Oh, grapjes, ik wist dat wel. Maar hey, hoe wijs je meestal jongens af? Wat zeg jij meestal? Op een vriendelijke manier. Ofwel liegen en zeggen dat ik een lief heb. Oh, dus je zegt tegen die jongen van, hey, kijk, ik heb een boyfriend. Dus, ja, dus ik ben niet vrij, dus sorry. Dan is dat minder erg voor die persoon. Wat zeg je meestal? Wat is meestal jouw excuus? Excuus? Mm-hmm. Wat zeg je tegen hun? Hoe wijs je hun af? Ik wil jou niet, ik wil geen tijd van u. Goed. Hoe voelt het wanneer dat je een jongen af? Echt lekker. Ja. Dus je vindt het leuk om een jongen af te wijzen? Ja. Hoe wijs je jongens af? Ja, ook op een awkward manier. Awkward manier? Wat is een awkward manier? Vertel. Ja, daarna is dat meestal wel ongemakkelijk. Mm-hmm. Dus ja, en dan verbreekt je vriendschap ook. Oké. Dus die jongens worden eigenlijk zeg maar geen friendzoned. Ja. Waarom worden ze geen friendzoned dan? Wanneer doe je dat? Als ik niet geïnteresseerd ben. Oh. Dus. Wanneer ben jij wel geïnteresseerd? Als het mijn type is. Het voelt goed om een jongen af te wijzen? Ja. Ja? Nu, wanneer dat een jongen jou afwijst, hoe voelt dat dan? Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Hè? Jongens, we dachten mij gaat plekken niet anders. Ja? Oké. En jij wilt dat niet? Jij wilt iets serieus? Ja. Oké, dus hij zou eigenlijk kans maken als hij serieus was? Ja. Oké, maar hey, nu, je hebt hem afgewezen, hoe voelt het? Gewoon goed, hè? Dat voelt goed? Ja, je hebt een jongen afgewezen. Ja? Doe je eigenlijk wauw. Ja? Ja. Maar vind je het niet erg voor hem? Nee. En waarom niet? Waarom wel? Stel je voor dat hij misschien serieus was. Ja? Zou je dan anders voelen? Sorry. Als iemand een... Dit gaat nu heel grof klinken, ja, maar... Als iemand een pik naar u stuurt, is dat serieus zonder dat u niet kent? Oh. Ja, dan is het waarschijnlijk niet serieus. Dat is niet serieus. Oh, oké. Okay. Dan snap ik jou wel. Ja. Oké, okay, en jij? En jij, heb je ooit een jongen afgewezen? Ja. Hoe wijs je jongens af meestal? Ja, een beetje hetzelfde, want jongens komen niet meer zo lekker vroeger. Hoor, ik zou nu eens echt iets vragen. Maar zij sturen allemaal, dus dan doe jij dat gewoon rustig. Van, sorry, maar ik ben niet geïnteresseerd. Of inderdaad, ik heb een boyfriend of zo. Dus ik heb een boyfriend, is eigenlijk bullshit. Dat werkt het makkelijkst. Dat werkt echt makkelijk. En jij? Op bed uitgaan. Maar dan zeg je gewoon nee en loopt je weg. Dus. Oh. Dat is niet zo speciaal. Nee, maar hoe voelt het om een jongen af te wijzen? Hoe voelt het? Stel je voor, die jongen is echt... Hij is lief, snap je? Hij heeft zijn best gedaan. En jij zegt van, hé, jij mag afballen. Of jij zegt, ik heb een vriendje. Hoe voelt het? Dat voelt niet goed, denk ik. Want Ocharme, die doet toch zijn best. Maar we zijn gewoon niet geïnteresseerd. Dus we proberen het vriendelijk te melden, ja. Wat is jouw type dan? Want je zegt... Ja. Ik heb geen type. Ik val gewoon op... Als je leuk bent, dan ben je leuk. Maar ik heb niet echt een type. En jij? Ja, je moet groter zijn, maar dat is meestal wel zo. Een beetje buitenlands. Dat ben ik wel. En jij? Hetzelfde, een beetje buitenlands. En jij? Ook echt geen type. Geen type. Komt. Maar wat, zijn jullie allemaal nu single?
Ja, ja, ik niet. Oh, oké. Omdat jullie al die jongens gewoon blijven gewoon afwijzen en zo. Nee. Eigenlijk wel, toch? Ik bedoel... Ja. Precies, omdat zoveel jongens zijn. Ja, bro, ik weet het niet. Ja, jongens, dat was het voor vandaag. Geef deze... Ja, jongens, dat was het voor vandaag. Geef deze video zeker een like en laat iets weten in de comments. En abonneer als je nieuw bent. Peace out.